wil doen, is als ik kijk naar de positie van het kind in het asielbeleid, ik vind het gewoon een grof schandaal dat kinderrechten nog nauwelijks meegewogen worden als het gaat om het toekennen van verblijfsvergunningen. Ik heb daar een initiatiefwet over liggen. Ik heb daar de Partij van de Arbeid ook mee gekregen. En het ziet er dus nu naar uit dat we een meerderheid hebben. Maar dat is dus een onderwerp, dat wil ik in elk geval de komende tijd bereiken. Een ander onderwerp wat ik heel erg belangrijk vind, is de toegankelijkheid van de samenleving. Dat we echt een inclusieve samenleving zijn, waar iedereen mee kan doen en gelijke kansen kan krijgen. En daar heb ik de afgelopen tijd al een aantal mooie dingen op bereikt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Maar dat wil ik de komende tijd verder doorzetten. Want ik zie nog heel erg vaak dat als het gaat om de rechten van kinderen, mensen met een beperking of andere mensen op een of andere manier kwetsbaar zijn, dat die veel te vaak worden afgewogen tegen wat kost iets eigenlijk. En dat vind ik niet hoe we moeten werken. Mensenrechten, en zeker mensenrechten van kwetsbare mensen, die zijn belangrijk en die moeten we voorop stellen. Ik heb een hele moeilijke, misschien ook vervelende vraag voor je.